7, Bas Minnaert. En op baan 8, Nicolien Markovic. Dit is de heren 100 meter rugslag B-finale. De B-finale 100 meter rugslag. Hier Niels Dijkshoorn als snelste keert. 46-41. Tweede tijd van Klaassen. 46-44. De derde tijd is dan Domingo Kuiper. 46-84. Dit zijn de keertijden. We zijn in de laatste meter. En we zien toch nog steeds Niels Dijkshoorn vanuit baan nummer 2 voorsprong hebben. Hij heeft een halve lengte voorsprong. En gaat het eerste finish in deze B-finale. Dat doet hij met tijd van 54-09. Mooi persoonlijk record gezonden hier door de Dijkshoorn. De tweede tijd van Simon Klaassen en de derde tijd voor Domingo Kuipers. De tijden zijn officieel. We gaan verder met de A-finale. Heren 100 meter rugslag. Met op baan 1 voor Bloemarlins.